Dus ik kwam hier aan en toen zei de organisator... ja, ik moet wel wat zeggen, want het huis wordt verbouwd. Ik denk, oh, nou, prima. Toen zei ik nog voor de grap, zit er geen dak op? Nee, zei hij. Toen dacht ik... Dit is een speciale aflevering van Elektra Podcast. Dit zijn namelijk de Texel Tapes. Live opgenomen tijdens het Broadway Festival 2024. Broadway is een te gek huiskamerfestival dat om het jaar wordt gehouden op Texel. In allerlei locaties rond de toegift. Dit is een speciale aflevering van Elektra Podcast. Dit zijn namelijk de Texel Tapes, live opgenomen tijdens het Broadway Festival 2024. Broadway is een te gek huiskamerfestival dat om het jaar wordt gehouden op Texel. Op allerlei locaties rond de toegift, het theater op Texel. Je kan het de beste samenvatten als Oerol, maar dan voor cabaret en kleinkunst. Allerlei artiesten spelen 4 korte shows van 1/2 uur op een avond. En na afloop komt iedereen bij elkaar in de toegift, waar het feest nog tot in de kleine uurtjes doorgaat. Voor cabaretiers echt een van de hoogtepunten van het jaar. Om het jaar. Hoe leuk dit festival ook is, het feit dat het op allerlei locaties is die normaal geen theater zijn, zorgt natuurlijk voor bijzondere verhalen. Ik verzamelde die verhalen samen met mijn vriend en collega Edo Berger, waarmee ik jarenlang de Q-musical maakte in de ochtendshow van Q-music. We namen deze aflevering op voor een klein publiek. Je hoort achtereenvolgens Chum Aert, Sylvester Zwaneveld, Sjamke de Voogd, Renate Reinders, Jan J. Pietersen, Frank van Pamelen, Jantijn Prins en David Meijer en Tenare en Esmee van de Gestampte Meisjes. In de omschrijving van de video vind je alle namen terug natuurlijk en linkjes naar de individuele afleveringen die ik eerder al met ze opnam. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast, live voor Broadway 2024 met de Texel Tapes. Nou, dames en heren, verwelkom de archivaris van Nederlands meest rampzalige optredens. De grote man van de Elektra Podcast, Wouter Monde! Dank u wel. En naast mij op het podium de man waar ik jarenlang de Q-musical mee heb gemaakt, Edo Berger. Hallo Texel. En tevens de trotse bezitter van een vrouw van Texel. Ja, dat is zeker. De vrouw van Texel die mij ooit hier bij Broadway naar binnen heeft gebracht. Precies, want jullie hebben elkaar ook op Texel ontmoet, toch? Nee. Nina werkte wel bij Cliff 12, het theaterrestaurant waar... Broadway Festival uit voort is gekomen. Leerde een ander cabaret duo kennen. Olaf en Jasper. 80% van de zaal kent ze nog. Dat is statistisch heel ongelooflijk. Maar daar raakte ze goed bevriend mee. En zo heb ik Nina leren kennen. En op een gegeven moment zei Nina tegen de organisator... Ik ken een hele leuke cabaretier die ook wel leuk is voor Broadway. En toen... ben ik het festival ingesneakt. Zo is het gekomen. Kijk, en jaren later dacht je... ik ga mezelf nog een keer het festival insneaken. Ja. Want ik heb wel zin om naar Broadway te gaan. Het huiskamerfestival wat eens in de 2 jaar hier op Texel wordt gehouden. En je dacht, ik heb niet zo'n zin om de hele tijd op te treden. Nee. 4 keer op een avond, maar ik wil er wel bij zijn. Dus ik zeg tegen Wouter... hey, zullen wij anders met z'n tweeën een Elektra podcast op gaan nemen... en dan allemaal verhalen verzamelen van iedereen... die hier de afgelopen jaren op Broadway of op Texel heeft gespeeld. En toen zei ik... ja, leuk, gaan we doen. En nu zitten we hier in het dorpshuis. In de Waldhoorn. En ik wil graag duidelijk maken dat het is helemaal je eigen schuld... dat je vanavond ook nog moet optreden. En Wouter is eigenlijk een jongeling op Broadway. Wat is je tweede keer? Het is pas mijn tweede keer. 2 jaar geleden ben ik pas voor het eerst geweest. En nu ben ik er wel. Maar 2 jaar geleden vond ik het heel erg tof. Ik heb toen, ik weet niet meer waar ik precies heb gespeeld... maar dat was heel leuk om te doen... Ik zat wel te denken wat mijn eigen verhaal is van Texel, wat ik het spannendst vond. En dat was wel hier op Texel, maar niet op Broadway en ook niet in Cliff 12. Dat was namelijk toen ik speelde op jullie huwelijk, want jij bent hier getrouwd met ja, Nina dat op klopt. Texel. Verdomd. En toen hadden jullie ook net, ze hadden net een nieuw huis gekocht in Amsterdam. En het was een heel mooi, groot, luxe huis, zeker voor Amsterdamse begrippen. Je zou er echt 35 studenten in kwijt kunnen. En ik ging daar kort spelen. Dat was al spannend, want er zaten heel veel collega-comedians in de zaal. En niemand had verder het lef om daar te spelen. Dus ik had al het gevoel dat alles van mij afkwam. En ik dacht, ik moet ook iets over dat huis zeggen. En jouw familie is redelijk in goede doen. Al die comedians hadden allemaal geen cent te makken. Nina's familie kwam allemaal van het eiland. Dus ik had daar ergens de grap over het huis. Nou ja, het is een mooi huis
voor comedians begrippen. Wij zijn onder de indruk. Maar jouw familie die denkt, ja, het is gewoon een klein huisje. En de familie van Nena is sowieso onder de indruk van alles wat niet is opgetrokken uit stro en schapenkak. Ik hield mijn hart een beetje vast om die grap te maken op Texel in een tent vol Texelaars. Nou, jij hield je hart nog veel meer vast om een andere grap te maken die Nina's werk gerelateerd is. Nina is abortusarts en op een gegeven moment... Ik had bijna dus voortijdig besloten om de grap af te kappen. En abortusartsen. En de abortusartsen zijn makkelijkere lachers, kan ik je vertellen. En dus jij zegt op een gegeven moment... schetst een beeld van onze toekomst met dat huis... en allemaal kinderen in de tuin. En een van de kinderen gaat op de robot grasmaaier zitten... waarop Nina, ik quote jou, zwaait met een breinaald het huis uit kon stormen... en roept, het kan ook nog in de 408ste week. En het hoofd van de branchevereniging van abortusartsen in Nederland heeft laatst gezegd... ja, er waren allemaal grappen over abortus, maar niet plat. Nou, dat is... Top. Oprichter van de abortusboot, notabene. Ja, notabene. En ik heb heel veel op Texel opgetreden. Ik heb opgetreden in de bioscoop. Een scholenvoorstelling. Met dove tolk. Dat is heel leuk. Ik heb opgetreden ik heb een grap gedaan met een baby in mijn armen op Texel. Hier moet je iets meer context geven. Nee, dat was ik ook zeker van plan. Ik heb die hele oude grap over... dat ik op kraamvisite ga en een baby in mijn armen geduwd krijg. En er zat gewoon een stel met echt een baby van 2 maanden in de zaal. En volgens mij was het niet eens mijn initiatief, maar zei de vader die wees van, wil je even... En toen had ik gewoon live, gewoon kon ik die grap met baby doen. Dus dat was heel nice. Ik heb opgetreden op een rijdende bus op Texel, tijdens hetzelfde festival, tijdens Struun. Maar meest legendarische Broadway... Een rijdende bus. Rijdende bus. Ja. Verklaar u nader. Ja, die had het festival Struun. Dat is struinen in het Texels. Ja. En om mensen van A naar B naar C te vervoeren, was er een bus. En daar hadden ze bedacht dat we even... Het ging. Dus, en dan met zo'n krakerige busmicrofoon, weet je wel. Dus van mensen, we gaan nu even stoppen en plassen met zo'n... Met zo'n ding vooraan. Dat hele goede zichtlijn ook. Maar hoe dan? Het is toch onmogelijk? Nee, ja. Ja. Bij daglicht en ook dat je moet vasthouden zo. Terwijl je de hoek omging. Maar weet je, mensen die daar komen, die vinden het allemaal lang best. Maar ik heb in de tweede keer dat ik Broadway speelde, heb ik meegemaakt. Toen ging ik één avond gewoon spelen. En één avond stond ik stand-by als invaller. En toen bleek dat Milena d'Anjou ziek was. Milena d'Anjou, grote naam, zeker op Broadway Festival. Weet je, grote kleinkunstperformer. En die was ziek. Die stond dus in de grote zaal. En dat is natuurlijk de schuur van Arie Lap. Waar 200 man in kan. Dus ik zo, fuck yes. Ik sta niet in een of andere, in een huiskamer. Ook leuk. Maar ik sta gewoon. Dit is ook het enige festival waar optreden in een schuur een upgrade is. Ja, dat is echt. Dit is top of the bill dan. Dat is echt het carré. Wat ze hebben, appelcarrés. En... Nee, dus ik was helemaal blij. Dus ik stond in de schuur met 200 man. Ter vervanging van Milena d'Anjou. Dus ik podium op. En ik begin te spelen. En yes, een volle zaal. En er komt gewoon niet zoveel terug. En het is best wel gewoon stil. En een beetje... En ik ben aan het trekken. En op een gegeven moment gaat er zo echt... In één keer gaat het licht in mijn hoofd op. En ik leg de hele voorstelling stil. En ik zeg tegen de zaal... Is jullie verteld dat Milena d'Anjou ziek is? En die zaal, nee. En dus die mensen zaten al 10 minuten lang te kijken, denken... Wie de fuck is deze gast? Wat een raar typetje doet Milena. Ja. En bovendien, als je komt voor Milena en je krijgt mij... dan is dat qua smaak niet noodzakelijk waar je voor bent gekomen. Dus dat trek je ook na 10 minuten gewoon niet meer recht. En daarna heb ik wel tegen de supposter gezegd... Wil je even zeggen dat Milena d'Anjou ziek is? En toen was de teleurstelling net behapbaar. Maar, en dan moet je 4 voorstellingen. Want dat wou ik eigenlijk net zeggen. Jij, vorig jaar, 2 jaar geleden voor het eerst opgetreden. Staat nu hier en straks. Jij kwam er net achter dat je vanavond... Ja, zo.
Oh, kut, 4 keer spelen. Ik dacht dat ik 3 keer zou spelen. Dat bleken er 4 te zijn. En dat was meer dan waar ik op gerekend had. Zeker meer dan waar ik op gerekend had toen ik gisteravond nog om 12 uur uit Sittard wegreed na een optreden. En toen vanochtend heel vroeg hierheen moest. Maar dat maakt niet uit. Het wordt vast hartstikke leuk. Dat was het ook. Wij gaan niet alleen maar onze verhalen vertellen. Nee. Wij hebben een aantal collega's gevraagd. Hey, kom ook om je verhalen over Texel en Broadway te vertellen. Dus we gaan er steeds... hebben 2 mensen hier te gast. Dus ik zou zeggen aan het hele publiek hier, alle 500-600 man. Geef die een enorm applaus als ze hier naar voren komen. Dan nodig ik graag als eerste naar voren uit Chum Aerts en Sylvester Zwaneveld. Kom er lekker bij zitten. Pak een kruk, pak een microfoon erbij. Ga even op het licht staan. Dat wilden we heel graag kapot krijgen. Ja. Dat is gelukt. Dat is hartstikke mooi. Maar welkom. Hoe is het? Want we zijn dag 2 van Broadway. Hebben jullie gisteren al gespeeld ook allebei? Ja. Dus ik zit nu met chilldag, wat ook duidelijk te zien is aan dat ik korte broek aan heb. Realiseer ik me nu pas dat het ook op beeld is. Nee, want ik geeft heb laatst helemaal niks. Dat, want ik vroeg me dus altijd af. Ik heb wel eens eerder in een comedyclub ook opgetreden in een korte broek. En toen kreeg ik heel veel kritiek van andere comedians. Die vonden dat niet kunnen. Ik dacht, ik wist niet dat dit een soort stijlding was. Nee, maar alleen bij jou. Ja, dat is meer aan jouw knieën per se. Dat we daar een idee over hebben. Ja, dat is inderdaad. Maar toen heb ik dus Theo Maas, daar kwam ik tegen in de line-up. En die zei dus tegen mij, ja, nee, maar dat is omdat als je een korte broek aan hebt, dan geloven we niet dat je het moeilijk hebt. Als je een korte broek aan hebt, dan denken we, ja, alle problemen die je vertelt, ja, maar hij heeft een korte broek aan. Dus dat schijnt dus het ding te zijn. Ja, ja. Al moet ik wel zeggen, de gedachte, deze jongen heeft alleen maar een korte broek, vind ik ook wel een indicatie dat je het, lastig hebt. Ja. En hoe was het gisteren om te spelen? Op wat voor plek heb je gespeeld? Ik in een op Cliff 24, volgens mij, bij een woonkamer. En het was wel, nou, er was wel één grappig ding aan de setting. Dat was gewoon in een woonkamer van huis. Maar je had, zeg maar, de technicus kwam binnen. Die wilde heel graag, die zei, ja, maar mag ik ook het raam achter jou openlaten? En dan 4 van die lampen in het gras leggen, in de tuin. Dat hij pitchte dat idee. En ik zat zo van, nou, ja, weet je, ik wil best proberen. En hij vervolgens was heel blij. Want blijkbaar hadden dus meerdere artiesten, meerdere edities, altijd dit idee geweigerd. Maar hij zag jou, hij zag een korte broek en dacht, die jongen houdt van natuur. Is nu ook duidelijk waarom de andere artiesten het geweigerd hebben? Is dat nu duidelijk ook? Het viel op zich nog mee, want je had gelijk een introductie gehad bij iets meer. Maar inderdaad, ja, in theorie, je hebt natuurlijk, ja, je hebt die lampen die nog achter je zitten, die wat kunnen afleiden, maar... Het viel uiteindelijk al mee. Ik vond het wel een grappig beeld geven. Ik zat er niet mee. Nee. Ik heb op de witte weg gespeeld. Dat is zeg maar, als je helemaal de weg uit loopt. Ja. En dan op een gegeven moment kom je zo bij het strand. En dan ga je door het water heen. En dan ergens op de ring van Antwerpen. Daar speelde ik ongeveer. Dat ja. is, tussen de schapenkar. Ja. Ja, precies, ja. Ja, maar een leuk woonkamertje, dat ging heel goed. Was tof om te doen. Oh, okay, ja, want dat is wel nog voor wie luistert en denkt, maar wat is dit voor tent? Het is natuurlijk een woonkamerfestival, dus je speelt veelal in woonkamers. Maar het kan ook inderdaad een loods zijn. Ook de fietsenverhuur is ook altijd een vaste locatie. Ja, vanavond, ja. Ja. Ja, oh leuk, ik sta er morgenavond. Oh, ja. Dus ik ben heel benieuwd. In de rubberen lucht sta je dan te spelen, ja. Oh, ja, lekker. Het is een SM-kelder onder namelijk. Ja, precies. Dus, vandaar. Precies, top. Maar heel leuk dat het gisteren goed ging, maar daar zijn we niet voor. Hoe lang kom jij al op Broadway, Sylvester? Of op Texel in het algemeen? Ja, volgens mij heb ik... Hou hem ietsje hoger. Ik heb heel veel edities al meegedaan. Ik moest er ook aan denken, want ik speel vaak lang. We hebben vroeger met Arie ook. Dat de directeur in de coulissen stond met een bordje, jullie moeten nu stoppen. En dat was, ja, maar wat is er aan de hand? Bezig, kan je nagaan. Ja, nou, we waren gewoon in de tweede helft bezig. En toen bleek dat de parkeergarage een kwartier later dicht zou gaan. En dat al die mensen niet meer naar huis konden. Dus, maar ik weet nog, gisteren heb ik het gemist. Maar ik weet niet, ik denk dat het niet gebeurd is. Maar vroeger kregen we een openingspraatje. Was dat gisteren niet geweest, hè? Volgens mij niet. Nee, vroeger kregen we een openingspraatje. Er werd een festival geopend. En ik weet de derde of de vierde keer dat ik er was, dat ze zeiden, nou, hartstikke welkom allemaal, hartstikke leuk, we gaan beginnen. Zorg wel dat je niet te lang speelt, Sylvester. Dus dat was echt aan mij gericht. Oh, fuck, ik moet hier wel hier aan de tijd houden. Ja.
Ja, dus dat is. Maar al heel lang. En wat ik hier altijd probeer is met een bakje ideeën deze kant op te komen. Ja. En ik loop eigenlijk altijd met een goed half uur weer weg. Dus dat is wel heel tof aan dit festival. Ja, dat is lekker. En is het tussendoor wel eens is het gebeurd dat het bakje ideeën niet lekker viel? Nee, het is. Nee, dat is nog niet. Nee, het is heel makkelijk publiek hier ook. Hè? Dit bedoel ik niet negatief, maar iedereen heeft er zin in. Het is een goed festival. Dus je merkt heel snel van. Oh, dit lachje is wel oké, maar het kan nog iets scherper. En dan heb je één dag om het aan te scherpen. Ja. Dus gisteren begon ik ook met de jongens. Vertelde ik dit ook. Ik kom altijd met een bakje ideeën. En aan het eind is dat fantastisch. Maar jullie zijn de eerste. Dus dit wordt bagger. En aan het eind kon ik ook zeggen. Aan het eind van het festival is het allemaal wel leuk. Dus. Ja, maar het ging goed. Ja. Top. En Chum, wij hadden van de week contact over deze opname. En toen zei je, oh ja, leuk, ik kom wel. Ik heb namelijk wel een goed verhaal over wat een keer met een vrijwilliger gebeurd is. Want je hebt altijd, als je ergens speelt, dan staat er ook altijd bij elke locatie netjes iemand om bandjes te checken dat je binnenkomt. En om een seintje te geven kan je beginnen. Wat is het verhaal met de vrijwilliger? Ja, dat was dus de vorige Broadway, 2 jaar geleden. Ik ben de mensen waar we hier aan het huis... Bij, oh, jij was daarbij. Daar was ik bij. Ja. Ja, want jij was toen met mij kijken. Ja, ja, hij was ja, erbij. Ja, ja, hij weet het, hij kent het goed. Ja, dus er was... ik was met mensen in huizen aan het spelen, ook in de woonkamer. En op een gegeven moment, ik denk 20 minuten voor de show... gaat degene die supposes, die vrijwilliger, die de kaartjes moest gaan controleren... die gaat naar de wc. En op een bepaald moment horen we zo die wc-deur horen we rammelen. En wij zo, wat is er aan de hand? En zij zat opgesloten in die wc. En ja, toen moest dus die man van het huis, die kwam met een soort mesje. En die probeerde dit over te maken. En dat ging niet. Maar op een bepaald moment kwam dus het publiek, naar waaronder jij dus, yeah, kwam aan. Maar er waren ook allemaal mensen natuurlijk die gewoon daar in de buurt wonen. En die zagen ook dat probleem. En de kaartjes konden ook niet worden gecontroleerd. Dus het moest opgelost worden. Die beginnen zat daarin. En toen kwam er, in mijn hoofd, kwamen er dus steeds mensen met steeds grotere voorwerpen. Dat is hoe ik me herinner. Ja. Dat op een gegeven moment er gewoon iemand met echt zo'n heel groot... Met zo'n zaag. Ja, zo, ja. Nou, voor mij zag het er heel anders uit. Want ik kwam aan en ik zag iemand met een zaag de wc openmaken. Fuck, die moet nodig, zeg. Ik dacht dat je een hele verbale comedy maakte. Maar dit, we gaan een soort Andy Kaufman-achtige performance art gaan. We zijn toen 20 minuten te laat begonnen of zo met jouw show. Wel en over later, ja. Ik weet niet precies hoeveel later, maar wel, ja. Het was niet meer op tijd. Dat was echt, gewoon, het ging open, oké. En diegene moest ook snel, dat zou ik wel, die heeft ook snel moeten schakelen. Want was ook bevrijd uit de wc na 20 minuten. En daarna gelijk kaartjes controleren, zeg maar. Fijne voorstelling. Ja. Fijne voorstelling. Als je naar het toilet wil, kan niet op slot. Ja, oh, wat goed. Maar dat is wel grappig. Ja, dat was wel grappig. Ja. Volgens mij heb je nog wel grap over gemaakt. Maar het was een bizar dingetje. Ja. Ik kan me voorstellen voor jou, Sylvester, ook lekker als je daar zit en je ziet dat dit bij een collega gebeurt en dat je weet... Oh, zo fijn. Niet bij mij. Ja, nee, zeker. Nee. Maar dat was grappig. Zullen we bijhouden in de loop van de opnames wie voor het kleinste publiek heeft gespeeld op Broadway? Oh, ja. Vind ik uitstekend. In mijn herinnering zit ik op 11. Is mijn kleinste. 14 of 11. We hebben de winnaar te pakken, toch? Echt waar? Nee, die moeten mensen ondergaan. Ik denk 13, 14 of meer, inderdaad. Ja. Ja. Nou, ik denk dat ik vorig jaar... Toen heb ik ook op vrij... Nu is het elke keer vol geweest. Alleen het festival is nu ook helemaal uitgekocht, volgens mij. Maar 2 jaar geleden, toen heb ik volgens mij ook wel 1 keer... Ja, dat zal er ontspannen, denk ik. Heb ik ook wel een keer... Want toen zeiden ze ook... Ik was toen voor het eerst. En toen zeiden ze ook... Ik mocht vrijdag spelen en ik kwam daar. En iedereen zei meteen... Ja, vrijdag is altijd het moeilijkste. Dat ik gelijk... Ja, ik heb volgens mij ook de vrijdag gespeeld toen. Het was inderdaad wel rustiger. En ook natuurlijk, mensen moeten nog aankomen. Zeker als je van het vasteland komt. Dan moet je nog met een boot en alles. Dus ik heb ook die vrijdag, denk ik, ook zo 13, 14, 15 man misschien. Ik heb bij de 11 man die ik heb gehad... dat was dat 2 jaar geleden, 4 jaar geleden. Toen was dat er 1 vrouw in de zaal die mij duidelijk dood wou. En normaal gezien, als je 1 iemand in de zaal hebt... waarvan je weet, die wil mij dood... dan is het devies niet die persoon aankijken, omheen spelen. En Edo, geen aandacht hoe aan heb besteden. Je dat gedaan in een hele kleine huiskamer? Nou, dat is leuk dat je het vraagt. Dus op een gegeven moment, ik kon niet meer. Ik heb het gevoel dat ik daar ook bij gezeten heb. Dat kan wel. Ja, volgens mij wel. Over gehad. Ja. En ik weet, Cor, die hier achter in de zaal zit, heb ik ook nog verteld. Die was helemaal achtjungske. Echt zo van, oude veteraan. Ah joh, wat doe je nou moeilijk. Maar... Nou, met 11 man, dat is iets minder dan 10% van het publiek dat je dood wil. Ja. En toen heb ik dus inderdaad op een gegeven moment gezegd... Nou,
mevrouw, ik heb het en ik bedoelde het echt oprecht goed. Alleen je bent ook helemaal opgepompt, dus je komt een beetje meer hyper over dan je bedoelt. Dus ik wil echt zeggen van, ik heb het gevoel dat u het helemaal niet leuk vindt. Ja, ik heb erbij gezet. Ja, en die vrouw die werd zo gegeneerd ervan dat die helemaal zo, die deden, dat doen mensen publiek vaak als je ze aanspreekt, dat ze een beetje de stierenvechten mentaliteit doen. Zo van, stieren zien alleen maar beweging, dus gaan ze heel stil zetten. Ja. En dan denken ze dat je ze niet kan zien. En die, volgens mij zei ze op een gegeven moment iets van, is dit komisch bedoeld? Ja. Ik zei, nee, maar echt oprecht. Ik zei ook volgens mij, je mag weg als je dat wil. Dat is oké. Okay. En toen bleef ze zitten. Maar haar man zat ernaast en die had een hele leuke avond gehad tot nu toe. En dus op een gegeven moment staat zij toch op, gewoon 2 minuten later, midden in het verhaal. En die man erachteraan, en die man had duidelijk het gevoel van, ik moet de eer van mijn vrouw, ik moet mijn huwelijk redden eigenlijk hier. Dus die, vlak voordat hij de deur uitloopt, zegt nog, ja, het was ook wel heel flauw. En toen ging het. Dus dat is de stress van heel. Daarna zijn ze naar Chum gegaan en kwamen ze vast te zitten in de wc. Denk ik. Ja. Ze moest gewoon heel nodig. Dat was het. Maar het hoeft niet zijn knieën te zien. En dat is voor iedereen beter. Maar volgens mij had jij dat toen het stuk ook over, over Happy End. Was dat niet dat stuk waar zij zo op reageerde? Het was plat. En volgens mij, en ik had ervoor ook een stuk. Een heel klein Texels dingetje over dat ze het nieuwe erotisch centrum, dat is een erotisch centrum op Texel moesten gaan openen. Want je hebt hier al de Fonteinsnol. Nou, je hebt een nol is een heuvel. Je hebt hier de Fonteinsnol. Vond ik grappig. En ja. Nou ja, honderden mensen die er niet waren, niet. Maar nee, dat was veel te plat voor ze. En dat was ook voorstelling 4, inderdaad. En dan zijn mensen een beetje. Ja, een beetje dood, een beetje moe. Beetje klaar zijn ze een beetje moe. Maar ik vind ook altijd, het is een vraag of andere mensen het dan zien. Maar als jij dus dat ziet, van oh, diegene wil me dood hebben. Hebben die andere 10 mensen dat ook gezien? Nou, omdat ik het ze verteld heb nadat die vrouw weg was. Want toen ze weggingen, die mensen. Toen ben ik echt op een dressoir gaan leunen in die woonkamer. En zei, hoe voelden jullie dat ook? En die zaal zo, ja, dat voelden wij ook inderdaad. Dus, Je had het niet uitgelegd voordat je die vrouw aansprak dat jij die indruk van haar kreeg. Nou, ik zei, toen ik haar aansprak, zei ik wel, volgens mij vindt u het helemaal niet leuk. Ja. Alleen daarna ging iedereen kijken naar hoe die vrouw met die spaarpotmond zo weigert. En dat je echt bij jezelf denkt, mens, ik meen het echt oprecht. Als je het niet leuk vindt, oké, dat is prima, ga lekker weg, ga lekker buiten. Volgens mij zei ik, joh, je kan ook lekker buiten een biertje drinken, vind ik ook prima, helemaal niet erg. Maar dan worden mensen, voelen zich dan, terwijl je het lief bedoelt, toch enorm soort van gepakt. Dat. Yeah. Trek. Laten wij snel doorgaan. Want we hebben nog veel meer gasten. En ik zie er net ook nog één bij komen. Dus alleen maar gezellig. Dus heel erg bedankt, Chum Aart, Sylvester Zwaneveld. Dankjewel. Yes. Zoeken jullie lekker weer een plek op. Ik denk dat we eigenlijk een beetje van voor naar achter gaan werken. Ik nodig heel graag Sjamke de Voogd en Renate Reinders uit om naar voren te komen. Yay. Voor jullie ook een verrassing dat jullie nu al aan de beurt zijn. Want ik moet hierbij verraden dat deze opname verdacht weinig productie van tevoren heeft gekend. Dus dat er geen geplande volgorde is. Als alle voorbereiding in appjes staat, dan zegt dat meestal iets over het niveau. Ja. Waarbij een van de meest veelbetekenende appjes is, gaan we dat ding op Texel nog doen? Dus dat zegt genoeg. Maar des te leuker wordt het. Heel erg leuk dat jullie zijn. Te gek, dankjewel. Sjamke, jij, toen ik jou uitnodigde, zei sowieso, dat vind ik leuk om te doen, want ik kom hier al heel erg lang op het eiland. Ja. Vroeger natuurlijk met de zusjesvoogd. Ja. Ik denk dat jullie met Vet Kinderkabaret hier ook wel hebben gestaan. Nee, want dat deed nog niks voor kinderen toen. Oh, oké. Maar we hebben wel in die tijd toch weer met z'n tweeën wat zeg maar acts uit Vet Kinderkabaret gedaan voor volwassenen. Oh, oké. En met z'n tweeën, dat zijn jij en je zus Nellieke. Ja, ja. En nu, deze editie, sta je er solo. Ja. En heb je gisteren ook al gespeeld? Ja. Was het leuk? Ja, want ik mocht in de fietsenwinkel. Ah, kijk. Ja. Jij had een rubberlucht. Dat is lekker. Nog eens, het was big time. Het is fantastisch daar. Het is echt fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het vooral een heel geruststellend idee dat als je een beetje nerveus bent, dat je toch gewoon even bij die solutie zo... Ja, je wordt hartstikke high. Dus precies. Je kan de aanrader is om tussendoor even buiten frisse lucht te halen. Serieus? Ja, het is vrij klein. Het is hermetisch afgesloten. En je ruikt inderdaad rubber en
lijm en nou ja, wat ze allemaal niet gebruiken daar. En daar hebben ze hebben zo'n en super sympathieke mensen, super sympathiek. En die heel behulpzaam, dus alles van, ja, ik heb dat nodig. Oh, brrr, alles werd van tevoren snel geregeld. En wij hadden een lampje neergezet en nou, dan kan je hier de lampen uitdoen. En dan heb je alleen dat lampje. Dus dat, nou, ik heb Renate bij me als technicus. Super handig. Kijk. Dus die doet dan klik het licht uit en krijgt ze een groot applaus voor. Wat heel fijn. Ja. Maar dan staat alleen dus die lamp. Dus ik zag ook daadwerkelijk helemaal niks. Ik gewoon één zo'n lamp in mijn gezicht. Dus toen ging op een gegeven moment, aan het eind deed mijn die lieftallige technicus het zaallicht weer aan, die TL-buizen, zeg maar. En toen zag ik dat ik gewoon over de mensen heen als ze aan kijken naar alle steeksleutels en schroevendraaiers die tegen de achterwand hingen. Hallo. Ja. Oh, wat goed. Dus voor seizoen 2 heb ik zeg maar alleen de achterste TL-bak uitgezet en de voorste TL-bak aangelaten. Dat is, hoort ook wel heel erg bij het Broadway Festival. Namelijk dat je in heel veel huiskamers op krukjes dit staat te doen. Ja. Vaak ook laag plafond. Ik heb bij zoveel mensen inderdaad mijn fikken gebrand aan sportjes. En dat ik zo, ook dat zo ver draaide die eigenlijk niet. En gewoon niks gezegd. Eind van de avond weggelopen. Maar inderdaad, proberen er iets van te maken. En L-vormige huiskamers is ook altijd heel leuk. Dan heb je hier een publiek. Ja. En hier een publiek. En die hebben niks met elkaar te maken. Ja. Ja, maar dat maakt het des te leuker. Renate, jij bent nu mee als technicus om een lichtschakelaar aan het begin om te zetten en aan het eind. Dat is verantwoordelijk. Om het TL-licht maar jij bent hier in het verleden ook geweest om zelf gewoon op te treden. Zeker. Wat is de laatste keer geweest dat je hier gespeeld hebt? De laatste keer was vorige editie. Ja. Ja, toen was ik mee als technicus. Ja, inderdaad. Dat doen wij heel goed, hè, Sjam, of niet? Zo kan het ook, Edo. Je kan ook gewoon met iemand als technicus meegaan. Wouter, ik zit hier voor consumptiemunten een podcast op te nemen. Hoe goed denk je dat het gaat in mijn carrière dat ik een technicus kan meenemen? Nee, dat je met mij meegaat om mijn schakelaar om te zetten. Ja, precies. Nu moet ik zelf die TL-balken eruit draaien. Maar dat was wel heel leuk. Want ik heb hier inderdaad ook in hooi, schuren, fietsenstallingen, nou ja, weet ik, overal gespeeld. Dus ik kwam hier aan en toen zei de organisator, ik moet wel wat zeggen, want het huis wordt verbouwd. Ik denk, oh, nou, prima. Toen zei ik nog voor de grap, zit er geen dak op? Nee, zei hij. Dus ik kwam aan en er was een soort druppelende ruïne. Het was, er was geen dak, maar er waren ook geen muren. En ik dacht, hè? Maar ik ben geen prinses. En het was allemaal lekker. En ik dacht, ik zeg maar, want nu is het stralend weer. Ik zeg, hebben jullie de weersvoorspelling gezien? Ja, hadden ze gezien. Dus ik was aan het spelen en op een gegeven moment begon het te hosten. Jij was erbij. Ik was geniet te horen. Er mensen waren. Het was een zeiltje. Regen op een zeiltje. Regen op een zeiltje is mensen op vakantie. Hartstikke romantisch, maar niet maar als je probeert te spelen. Mensen het is ook een stuk luider bij tijdens optreden. Heel gek hoe dat werkt. Maar regen op een zeiltje tijdens een optreden is echt ineens knijterhard. Nee, dat is wel... Ja, precies. En ze waren chagrijnig, want iedereen zat... Het was koud, die wind ging er doorheen. En ik zat daar met het liefdescollege. De voorstelling. dus ik moest een hele mooie, warme, liefdevolle sfeer creëren. Maar dat lukte me echt niet. In een natte druipgrot. Ja, precies. Ik ben ook heel benieuwd wat de gedachte was van de mensen die daar woonden. Die zich hebben aangemeld als locatie voor het festival. Het is een huiskamerfestival. Het enige wat je nodig hebt, is een huiskamer. Je weet hoe het met verbouwingen gaat. Die lopen altijd uit. Dat is waar. Dat is niks nou, ze hadden wel een kind wat er altijd bij zat. Oh, dat is fijn. Nee, dat is wel goed. Het is wel fijn dat er een kind bij zit. Dat maakt het heel gemakkelijker. Dat was heel tof. En ik gok zomaar, want de meeste plekken waar je speelt, speel je onversterkt. Tuurlijk. Want het is een huiskamer. Er zitten 11 man. Wat prima te doen is. Normaal, als het zou regenen en jij bent mee als technicus, dan schuif je hem iets omhoog. En er was geen elektriciteit. Nee, dat was niks. Gewoon achteraan staan en roepen harder. Dat is dan wat je als technicus doet. Harder. En dat dit gebeurde. Want je speelt dan 4 keer op een avond. 4 keer een half uur. Ja. Bij welke show was dit? Ja, dat was bij het Liefdescollege. Nee, maar de hoeveelste show op de avond? Was dit show 1? Was dit show 3? Wat was dit bedoel show 4? Je? 1 tot en met 4. Schat, dit was vier. Gewoon alles. Dit was... Dus, maar vanaf, het heeft gewoon de hele avond geregend. Zeker. Ja. Nee, je zei, het begon op een gegeven moment te regenen. Oh, dus als dit bij show 3 is,
nee. Dan weet je nog, oké, ik moet er nog eentje, ben ik klaar. Maar als dit bij show 1 is, ja, dan weet je, dit wordt een hele lange avond. Ja, halverwege 1 begon het. En toen was er geen ontkomen meer aan. En toen had ik natuurlijk ook weer een andere speler. Die zei, want die moest een dag daarna, zei ze, hoe ging het? Is het goed? Ja, en ik hield gewoon mijn porum. Ik zeg, ja, het gaat prima, daar. Want ik kreeg haar daarna wel flink nog hartstikke erover. Leuk, authentieke details. Ja, precies dat. Mooi. Ja. Zit een skylight in. Ja, Wouter het. Grauw. Nou, hier heb je het. Ja. Nee, ik speel je namelijk inderdaad al sinds 2002. En dit is, nou, ik weet niet, de 8e keer of zo, ik heb geen idee. Maar ook de zoveelste keer al zonder stem. Telt dat ook? Het viel me al op. Dit is dag 2. Ja, nee, bij inderdaad. Mij, ik kom zo op het eiland aan. Dat is het ding. Hoe leuk vind jij de boot? Ja, precies. Varen! Nee. 20 minuten lang je meeuwenimitatie staan doen op de boeg. Het is bijna goed. Het is één iemand zijn schuld en die zit hier. En dat is Jan Tijn, prins. Ja. En het gaat dat hoor. Het is namelijk, het komt van bloed, zweet en tranen. Het liedje Bloed, Zweet en Tranen. En op de een of andere manier moeten wij dat altijd gewoon te hard meezingen. En dan verdwijnt die stem. En dat, ja, dat, elke keer trap ik er weer in. Maar nu was het 2016. Ja. En ik ging voor het eerst iets solo uitproberen. En ik zat in het huisje bij jou en in jouw gezin op de camping. Ja. Zeg maar. Ja. Was zo'n staakcaravan. Mm-hmm. En mijn toenmalige vriendin, die zou ook komen. En die appte mij. Ik kom niet en het is ook uit. En je mag me niet bellen. Oké. Okay. Succes vanavond. Dus jij sleept jezelf naar die lichtschakelaar. Nee. Maar ik moet zeggen, dat was de keer dat ik op vrijdag niet hoefde te spelen en op zaterdag en zondag. Dus ik begon met een avond vrij met dit nieuws. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Alle consumptiebronnetjes. Ah! Toen begonnen tranen en heel, heel hard. Precies alle consumptiebronnen waren er in een uur doorheen. Maar de liefde doet sowieso wel iets met het eiland, vind ik. Want ik ben echt hartstikke lesbisch. Maar de mannenliefde is vaak bij mij toch hier, toch bij bepaalde edities, Sam. Ik weet niet wat het eiland doet. Daarna is het ook weer klaar, de boot terug. Ja, Jochem, maar nou, ja, nou goed. Nou ja, even tussendoor, jongens. Okay. Sorry, er dit wordt zijn nu allemaal op van alles. Dit zijn hele Oké, jongens, jullie dingen. Kunnen weg. De rest dit is van de even podcast. Sorry. We gaan nu een uur. Het heet ook nu anders. Nee, mannenliefde. Het onderdeel van het liefdescollege komt niet op het tentamen, maar. Ik denk heel associatief. Okay, maar het is wel zo, iedereen wordt, zeker naarmate het festival vordert, en de avond wordt heel knuffelig. Dat. Tot het punt dat je op een gegeven moment knuffelt mensen die, waarvan je eigenlijk niet precies weet wie ben je ook weer, maar ik vind jou ook leuk. Nou, dat. En ja. En dan hebben we het hier ook vooral, denk ik, over het deel van het festival wat plaatsvindt na alle optredens. Niet in de huiskamers, maar als iedereen weer bij elkaar komt bij Cliff 12, de toegift tegenwoordig. Dat is toch het grootste feest, dat is toch fantastisch. Precies. Kan je beschrijven wat daar gebeurt? Voor iemand die hier nog nooit bij is geweest, nou ja, wat gebeurt daar? Er lopen hier 40 cabaretiers rond. Dat zijn sowieso al mensen die graag lachen of anderen laten lachen. En die hebben dan ook nog gespeeld. En dan ging dan of heel goed waar je hyper dan wordt, van wordt, of heel slecht, waar je ook hyper van wordt. Of je vriendin heeft het uitgemaakt. Dat is over de top van gaat, ja. Dus, en die staan dan op zo'n feest bij elkaar en die komen elkaar tegen. Hoe ging het met jou? Biertje? Nee, dus zo'n feest. En je mag dan meezingen als je zin hebt. Het is gewoon één totaal gekheid en het is heerlijk. Het is gewoon heerlijk. Ja, ik weet dat ik op een gegeven moment was de nachtband al afgelopen. En het was echt, ga nou alsjeblieft naar huis. ga naar de stolp of ga ergens anders napartyen, doe je ding. Maar ja, er zaten 2 exen van mij in spagaat voor het podium. Ik keek echt om. Sjam, kun je ze meenemen? Dus ik kijk om. Ze zaten serieus. En daartussen zit 25 jaar leeftijdsverschil tussen die twee. En die zaten een soort in de competitie van, kijk eens, oh, maar dat kan ik ook, zei de oudste. Woppa. Terwijl dat kon ze bij jou nooit. Dus, nee. Daarom ging het uit. Dat, ja, precies. Toen bleek ze wel heel flexibel te kunnen zijn. Maar ik moet ook wel zeggen, ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat dus na de optredens heb je de nachtband in het theaterrestaurant. Onder leiding van Johan Hogeboom. Die spelen alles wat je maar wil. En je krijgt 50% gewoon publiek en 50%... vakgenoten. Mensen, ja, vakgenoten, ja. Waarvan de helft een tering opleiding zang heeft genoten. Maar je ego is gewoon nog niet helemaal klaar. Dus je moet nog even toch. Ik sta ook ieder jaar, denk ik, nee, doe nou niet. En dat doe nou toch? Niet. En dan doe ik toch. Ja, leuk. Doe ik het wel. En dan zing ik Copacabana.
Ja, te gek. Want dat kan ik namelijk altijd zingen. En, ja, het zijn elke jaar ook dezelfde. We hebben ook bijnamen voor iedereen. Oh, er is weer, want ik ken de helft van die mensen niet. Ja. Die lange meneer met die grijze haren. Ja, dat is Arie Lap van de Schuur. Ja, nou ja, ja. Dat is Arie. En de reden waarom Arie Lap altijd mag zingen is omdat hij zijn schuur beschikbaar stelt. Ja. Ja. Dat is geen grap. En ik dacht dat het andersom was, dat hij zijn schuur beschikbaar stelt zodat hij mag zingen. Dat was het. Ja, nee. Dat. Ik heb gisteravond pas gehoord dat hij inderdaad van de Schuur was en dat hij zou heten. Want ik heb hem al jarenlang gewoon Jaap Stobbe genoemd. En hij heet Arie Lap. Nou, dat zit ongeveer in dezelfde categorie inderdaad. En Arie die zingt meestal zijn zelfgeschreven nummer over Texel. Dat heet Eiland Texel. Mm. En het refrein daarvan is... Eiland Texel. Eiland Texel. Eiland Texel. Die heeft hij. Die heeft zelf geschreven. Okay. Met eigen melodie. En hij zingt een eigen tekst op Laat Me. En ik had hem ooit gezongen. En toen ging de hele tent los. Iedereen zong... Arie. Laat hem zijn eigen gang maar gaan. En ik stond naast Van der Laan en Woe. En in dat rumoer was ik de enige persoon die hoorde dat zij zongen... Arie is pedoseksueel. Oh. Jezus. Nou, dat is een beetje de sfeer van de nachtband. En op een gegeven moment, iedereen kwam het podium op... om willekeurige reden om een soort Heal the World te doen. En Ruud Smulders naakt. Oh ja? Ja. Die had een tijd lang dat hij overal altijd een keer naakt. En inderdaad, ik post daar een foto van en iemand dacht dat... Nou, er werd gereageerd van, Edo, ben jij dat? En een kennis van mij, een Canadese comedian, schreef... I don't know, but I can tell you I'm typing this with one hand. Ik weet precies welke Canadese comedian dat is. Ja. Shout-out naar Daniel Ryan Spalding. Inderdaad. Anyway, afrondend over de nachtband. Wij kwamen hier vanmiddag aan, Edo en ik. Wij komen een niet te noemen collega tegen. Die ziet Johan Hogeboom. En Johan leidt altijd een beetje de nachtband. Die kent ook al die nummers. Zeg gewoon, ik wil dat nummer. En Johan denkt even na en begint te spelen. En hij wilde hem complimenteren met het feit dat Johan de hele avond aan één stuk alles had zitten spelen. Zonder hapering, wat dan ook. Hij zegt, Johan, ik was echt onder de indruk. Jij kan echt lang spelen. Maar niet helemaal uit zoals bedoeld was. Wat niet helemaal het compliment was wat hij bedoelde te maken. Het was een beetje equivalent van, het is een heel lieve baby. Ja, het was dat, hè? Dat met Johan. Ja. Lang, lang gespeeld. Maar goed, wanneer spelen jullie weer? Vanavond? Morgen? Wanneer mag Morgenavond. Oké, en dan zet jij de schakelaar weer om. Zeker. Klik. Zeker. Kleinste publiek waar je ooit voor hebt gespeeld? Denkt... Ik kom niet onder die 11. 11 nog steeds? Elf. Oké. Ja, ik wil meer, maar 11 is nog steeds. Okay. Top. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. En heel veel plezier bij de voorstelling morgen. Merci. Hey, Wouter hier. Tof dat je Elektra kijkt. Als je Elektra leuk vindt, help me dan om Elektra te laten groeien. Dat kan heel makkelijk. Geef even een duim omhoog of laat een leuke comment achter. Abonneer op dit kanaal. Klik dan ook even op die bel. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Of... ga naar elektrapodcast.nl en doe daar een grote, een kleine of een middelgrote donatie. Oké, snel terug naar de Texeltapes. Ik denk dat we nu naar achter in de zaal gaan. Naar twee mannen die ook lang al op het eiland komen. En gewoon op het festival. Maar ook in de zomer altijd nog iets heel bijzonders doen. Mag ik naar voren uitnodigen en jullie vragen een heel warm applaus te geven. Voor Frank van Pamelen en Jan J. Pietersen. Hey! Kom erbij, pak je plaats, pak je kans en ga lekker zitten. Welkom, heren. Dankjewel. Te gek dat jullie er ook bij zijn. Ja. Nou. Want jullie zijn helemaal vaste eilandgangers, volgens mij. Mastodonten. Ik wilde het zelf niet zeggen, maar... Nee, hoeveelste keer is dit, Jan? Hoeveelste keer is dit festival? Volgens mij de 14e keer. Dan is het de 14e keer. Oh, ik moet als je die erbij houdt, hij is sowieso voor de sier, maar ook daadwerkelijk voor de techniek. Ja. Okay. Nou, we zijn overigens niet altijd uitgenodigd geweest, want de organisatie heeft ook een keer gezegd, we willen ook wel wat meer gaan variëren. Dus schrik niet als we je deze keer niet uitnodigen. Het was de tweede keer, geloof ik. Dat was de eerste keer. Het werd hoog tijd voor iets anders. En ze hebben dat prima, maar wij ik boek met familie altijd een huisje. En dan komt met z'n zes of zo zitten we er dan. Dus het was al lang geboekt. Maar dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. We gaan gewoon. En eigenlijk hebben we dat jaar... Nog nooit zoveel gespeeld als drie dat jaar. Avonden opgetreden. Ja. We bleken ineens gepromoveerd tot invaller. En dan speel je meer dan wanneer je gewoon gepromoveerd staat. Ja. Oh, wat grappig. Ja.
En weet je nog de... waren jullie bij de allereerste editie ook? Ja. Ja. En daarvoor kwamen jullie ook al, denk ik, in Cliff 12, of niet? Ja, volgens mij was mijn eerste... Ik kijk even naar Cor, maar mijn eerste keer, denk ik... Dat was hier zo de Tesselse finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ja, derde ronde altijd. De derde ronde. Ja. En dan werd hier bepaald welke zes er naar de halve finale gingen. En dat was bij mij in 95. Dus dat was hier voor mij voor het eerst. En toen sliep ik in de boet, volgens mij. Dus dat is net naast het theater. En dat was hartstikke leuk. Dat was voor mij de allereerste keer in... We hebben nog zo'n klein konijntje gekregen. Dat was de publieksprijs voor één avond. En die hebben toen aan een paar jaar later werd het eerste kind geboren. Zo. En we hebben dat konijntje Cliff genoemd. Het staat nog steeds ergens. Oh. Wat goed. Ja, dat was hartstikke leuk. En dat kind? Huh? Het kind, hoe heet dat? Ja, ook. Nee, kind hebben we Cor genoemd. Dacht het toch eens. Dat was heel lullig was voor een meisje. Maar dat was... ze is er ook nu niet bij. De kinderen gingen altijd mee, ja. Ja, nog steeds. Dus we hebben net eentje opgehaald van de boot die al die keren ook is geweest. Ja. En wat is het verschil tussen de eerste edities Broadway en hoe het nu is? Nou, de eerste keer was het was eenmalig. Ja, dat heb je. Ja. En het werd toen afgesloten en Cordy sloot het in het begin altijd af. En volgens mij, dan weet ik het niet precies meer die ene keer, maar eigenlijk werd elke editie afgesloten met het idee dat het dan eenmalig was en dat hij dan toch een soort deur open liet naar van misschien... doen we het gewoon nog een keer eenmalig. Is dat een beetje zoals je nu bij films aan het eind... is er altijd nog zo één gebeurtenis dat je denkt... Zo, oh ja, ja, als dit goed loopt, komt er toch nog wel een deel 2. Ja, nou, en die sequel die was gekomen. Ja, de tweede editie was een soort goede doel editie. Was dat? Met Gerda Haverton. Gerda Haverton. Ja, die had het idee. Ja, Wiesje heette het project. Ja. Maar wat ik me van die keer vooral kan herinneren... was dat er op de allereerste... Dat in dat weekend, we hebben nu binnenkort een EK voetbal, gaat over een paar weken beginnen. Maar dat begon op die ene avond. Ja, we hebben altijd de neiging om evenementen te plannen en dan vlak van tevoren achter te komen. Oh crap, er is een EK voor WK. En dan is je zaal inderdaad weer leeg. Nee, het zat allemaal goed vol. Alleen tussendoor wilden mensen ook wel weten hoe het met die... En nergens hingen schermen. Dus we wisten niet precies hoe die wedstrijden verliepen. Dus we hebben dus met een aantal mensen regelmatig bij overburen ergens... naar binnen gegluurd totdat heel demonstratief de lamellen of de gordijnen dichtgingen van ja, het is leuk dat je naar het theater gaat kijken, maar wij doen niet mee. Zeg. Ja. Wij hebben onze huiskamer maar niet beschikbaar gesteld. Doen, ja. Ja, we hebben een keer in een garage gespeeld, ergens daar aan die kant van het dorp. En dat was bloedheet. Dus toen hebben we al die banken die hebben we naar buiten gesjouwd. Ja. En hebben we daar gespeeld. Ja. Nou, toen begon het te hozen. Toen ging het erin. Iedereen blij dat ze naar buiten mochten. Ja, ja. Nee, maar dat was wel leuk. Ja. Ja. En wat is dit, ik wilde eigenlijk net vragen, wat is de meest bijzondere plek waar jullie hebben gespeeld? Ik vermoed dat dit er misschien eentje was. Of hebben jullie nog andere plekken? Want jullie staan, hier nu ook weer met de mannen van taal. Ja. Dat is met z'n tweeën of met z'n drieën? Nou, dat is allebei. Allebei. Vandaag met z'n tweeën, morgen met z'n drieën. Ja, ja. Precies. Ja. Maar het zijn hele kleine locaties. Ik stond vorig jaar ook in een schuurtje bij iemand in de tuin. Ja. Nou ja, ik had in mijn eentje net genoeg bewegingsruimte. Wat is de kleinste plek waar jullie met twee of drie hebben moeten zien te overleven? Nou, dat was waarschijnlijk die plek waar 11 mensen in konden toen. Ja. Maar er zaten er 12, hebben we net afgesproken. Want ja, we wilden niet onder die 11 zitten. Stamvol. Ik voel me juist heel lullig. Ik heb opgegooid. Stamvol. Nee, we komen niet onder jou vandaan. Nou, ja. Eigenlijk had iedereen gewoon het op een briefje moeten schrijven. Dat we het pas aan het eind onthuld hadden. Ja. Wij willen altijd winnen. Het is wel een paar keer heel klein. Maar het is altijd erg leuk, ja. Ja. Maar ook ja, we hoorden net die rubberlucht en zo, die hebben natuurlijk ook hebben wel... Hebben we ook gestaan, ja. In een jurt ooit, dat was een hele mooie. Stond de tent, ja. Het weiland hierachter, jurt, ja. Ja. En een jurt, dat is zo'n Mogolse tent, toch? Ja, dat klinkt zo onaardig. Nee, het is niet waar het trosfamiliefeest omdat het klein is, dat is een ander ding, ja. Nee, ja. Maar een soort mestsilo van textiel, zo ziet het eruit. Zoiets, ja. Precies wat je zegt. Ja. Maar het is leuk, dat geeft een heel aparte sfeer. Dat was erg leuk, ja. Ja. Ja, nou, met die man met die baard. Die helaas overleden is. Die is overleden, hoe heet je ook alweer, Cor?
Etten, ja. En die woonde aan het begin van Cliff, volgens mij, als je er aan de linkerkant. En ik kan me herinneren dat de allereerste keer dat we daar waren, dat hij eigenlijk zelf begon met allerlei sterke verhalen. Dus wij waren ons een beetje aan het voorbereiden van wat gaan we nou precies doen. En hij kwam volgens mij had hij toen ook een verhaal over dat hij ooit op de boot naar Den Helder zat en toen zijn grote liefde achterna is gesprongen. En hij sprong van de boot af en is terug naar Texel gezwommen. En of dat nou echt was, dat weten we niet. Maar hij begon met allemaal dat soort grote verhalen. Ja, jij hebt het later zelf ook nog een keer gedaan, Martin. Ja. En ik ben nooit meer aangekomen. Maar die verhalen begon hij te vertellen. En er was van die stoere verhalen, weet je wel. En toen deden we twee gedichtjes tijdens een voorstelling. En toen zat hij achterin met te huilen. Hij vond het zo mooi dat dit soort voorstellingen, dat allemaal bij hem in de kamer gebeurde gewoon. Dus dat was een mooi contrast. Aan de ene kant was hij heel stoere verhalen. Aan de andere kant heel, heel emotioneel. Dat gewoon bij hem thuis allemaal. Maar ik kan me ook één ding nog herinneren. Want we hebben ooit opgetreden. En er was een groot raam van achter. Zodat je echt goed over de weilanden. Je kunt kijken. En heel ver kun je kijken daar aan die kant. En op een gegeven moment begon het publiek een beetje raar te reageren. Ze lachten op momenten dat het denk van ja, maar dit klopt niet helemaal met wat we nu aan het doen zijn. En denk van wat is er? Waar kijken ze naar? Toen keken achter ons en toen liep er gewoon een hele rij eenden. Zo'n moeder met allemaal kleine eendjes liep achter ons langs. En dat trok veel meer bekijks dan wij. Ja. Dat was een voorstelling weg. In de voorstelling was het. Ja. Dan ben je weg. Ja. De natuur. Dan verlies je. Ja. Maar je kan inderdaad. Hosts hebben mensen die van het huis zelf zijn, die de hele avond bij zijn, die inderdaad enorm meedoen. En iemand vertelde mij 2 jaar geleden dit verhaal. Misschien, Jantijn, misschien weet jij wie het was. Denk dat het bij Lonneke Dort was. Die vertelde dat de eigenaar van het huis, die zat rechts achterin bij alle voorstellingen. En die vond het zo goed. Dus tussen nummers door, als het dan net stil was, zei hij: Godverdomme. Oh, wat goed. Godverdomme. Ik vond het zo goed. Ik was helemaal ontroerd inderdaad. God, dat is een beetje goed. Die vrouw die we bij Maarten van Roosendaal ooit gehad hebben. Ja. Niet? Ja. Nou, toen speelden we 7 mensen trouwens. Dat was ergens. Maar dat was niet hier op het eiland. We hebben een nieuwe winnaar. Overigens, wij reden hierheen. Edo, jij vertelde een verhaal over Maarten van Roosendaal. Dat moet je even vertellen. Ja, maar het verhaal over de vrouw met Maarten van Roosendaal, is dat op Texel of niet op Texel? Nee, dat was niet op Texel. Okay, nee, dat telt er niet mee. Maar, ja. Ik kijk even naar mijn echtgenoot. Ik zal het redelijk anoniem. Nee, ik kan het niet anoniem vertellen. Dat nou, niet. Ik doelde ook vooral op het tweede deel van het verhaal. Op het tweede deel van het verhaal. Zeker dat. Nee, de ex schoonmoeder van mijn teerbeminde, die raakte tijdens Broadway bevriend met Maarten van Roosendaal. Die kwam het kijken en die Maarten ging altijd samen met vrienden bij haar thuis. Na afloop gingen ze door en daar stond het piano en dan gewoon de hele avond spelen. En ja, kijk, ik zeg altijd, ik zou hem echt mijn linker piemel geven om een avond lang gewoon tot diep in de nacht naast Maarten van Roosendaal te zitten. Die op het piano had. Alleen Nina met haar toenmalige vriend, die sliepen daarboven. Die waren 16, 17. En op een gegeven moment kwam de vriend naar beneden om 3 uur 's nachts te vragen: willen jullie alsjeblieft even stoppen met spelen? Wij proberen hier te slapen. Gewoon zo'n hele ruimte vol met dronken volwassenen. En dan zo'n boze 16-jarige. Willen jullie alsjeblieft, Maarten, kan je even kappen? Ik moet gewoon morgen weer op. Wil je even normaal doen? Ja. Zullen we nog Maarten even verder eren? Want ik zat een keer, interviewde ik hem in een café om 11 uur 's ochtends. En voor Maarten is dat de tijd voor een biertje was dat toen. Ja. En ik nam een koffie verkeerd. En de serveerster komt na een tijdje en we hebben het op. En die zegt, doe nog maar koffie verkeerd en een biertje. Oké. Dat ging tot 4, 5 keer zo toe. Tot de serveerster weer komt en ze zegt, wat zal het zijn? Nou, ik zeg, een biertje. En ik een koffie verkeerd. Zegt de serveerster, nog een koffie verkeerd. Ja.
Maar ja, we zijn nu toch in de tragiek verzeild geraakt. Misschien moeten we van vorige oh, de vorige keer, editie. Ja. Ja, daarom zijn we nu ook met z'n tweeën. Ja. Nou, dat is niemand daarom. Vorig jaar was inderdaad, want John Slijpen is er altijd bij. Mm-hmm. En, of de laatste paar edities, zeg maar, hè, met ons. En vorige keer was dat de vrijdag, dan was hij er niet. En de zaterdag ging het eigenlijk met z'n drieën prima. En toen kwam die de zondag. En de zondag ging die tijdens de eerste voorstelling, begon die ineens, zeg maar, niet... Ja, hij zei allemaal dingen. Zei, maakt hij nou een grap of zo? Hij begon allemaal rare taal uit te slaan en overal dwars doorheen te praten. En toen kwam er op een gegeven moment achter, ging hij zitten en hij zakte scheef. En hij krijgt nu ter plekke een beroerte. Dat was het beeld wat we toen hadden. Ja. En toen hebben we hem terug naar Op Diek gebracht, hè? Naar het hotel. Daar toezicht geregeld, want hij had geen idee meer waar hij was. We hebben helemaal niks meer. Wij hebben natuurlijk gewoon doorgespeeld, want ja... Show must go on. Ja. Er zaten 10 mensen te wachten. Maar wel steeds heen en weer lopen natuurlijk van ja, hoe gaat het met hem? Je wil ook niet dat je consumptiebondjes hebt. Ambulance gebeld. Alles. Alles was al stand-by om te kijken van misschien moet hij naar een ziekenhuis in Den Helder gebracht worden. Ambulancebroeders waren eigenlijk niet zo aardig, want die hadden het idee van ja, jullie lekker het hele weekend zitten zuipen. Ja. Wij moeten voor jullie aan het werk, weet je wel. Terwijl, dat was helemaal niet het geval. En uiteindelijk bleek het, toen zei Kooi, mijn vrouw, die zei van, ja, maar hebben jullie ook al een testje gedaan? Heeft hij misschien corona of zo? En er was ook een huisarts in het hotel, die heeft ook gecheckt. Ja. En de ambulance en alles, maar niemand was op het idee gekomen om überhaupt een testje te doen. Zo erg wilden we dat het geen corona was, zeg maar, na al die tijd. Liever dan maar een beroerte. Dan maar een beroerte, ja. Weet je zeker dat je geen verbrande koffie ruikt? Maar het was inderdaad corona en hij heeft dan nog... Ja, hij moest natuurlijk in het hotel blijven in quarantaine. Ja. Dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk dat hij er vanavond niet bij. Want zijn tweede avonden zijn meestal vrij minder goed dan zijn eerste avonden. Ja, en ik schrok een beetje, want ik ben nu ingedeeld op zijn kamer in het hotel. Dus ja. Er wordt niet heel goed schoongemaakt. Dus, ja. Snap ik helemaal. Nog afrondend, want ik zei al toen ik jullie naar voren uitnodigde. Jullie komen hier vaker ook buiten het festival. Want jullie doen ook in de zomer altijd. Jij zei al, we willen altijd winnen. Jullie spelen altijd de wedstrijdjes. Ja, Jan is dat. Jan vooral. Ja. Dat is met Johan Hoogboom. Ja. Ja. Johan en ik hebben een voorstelling, heet Wedstrijdje. En die spelen we dan in de zomer met een gastcabaretier iedere keer. Want de gastcabaretier neemt het dan op tegen Johan. En dat is de wedstrijd. Oké. Ja, dat is het principe. En dat doen we, ja, dat is inmiddels ook al 7 jaar of zo. Dat we dat iedere zomer doen. En op welk onderdeel neem je het op tegen Johan? Nou, meestal is het... Nou, het maakt eigenlijk niet uit. Niet Johan lang piano spelen, nee, dat weet hij. Johan doet de liedjes. Ja. En dan, de ander mag ook liedjes doen, maar hij mag ook een sketch doen of zo. En dan is er na de pauze is er een puntentelling. Die, dat is vrij ingewikkeld, want ik doe hem zelf. en vaak zijn mensen het ook niet ermee eens. Maar Johan heeft echt nog nooit gewonnen. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is heel triest voor hem. Dat is niet waar. Ik heb 1 keer mee mogen doen. Ja. Je hebt me 1 keer, het was ook hier op Texel, inderdaad. 1 keer mee mogen doen. En dat was de enige keer ooit dat Johan gewonnen heeft. Ik weet niet waarom je dat gedaan hebt. Dat is waar. Nou, dat was een vergissing. Dat was een vergissing. Ja. Ja, toen was ik er niet zo goed bij. Nee, nee. Er kunnen dingen misgaan. dank jullie heel erg hard. We hebben nog 2 mensen die nodig ik ook graag. Dank jullie ontzettend dank. En veel plezier morgenavond. Ja, ik neem hem van je over. Want wij zitten hier, voor wie de video erbij kijkt, zo doe je dat. Decor, nee, er gaat iets knipperen, maar ik weet niet hoe ik dat uitzet. Maar er komt iemand die weet hoe het... heel erg rustig van achteraan gelopen. Ja, komt allemaal goed. Het was al zo toen we aankwamen, ja. Precies, nu is de vraag, kan je bij Bax een nieuwe bestellen met muntjes?
Hij is gefixt. Niks aan de hand. Nee, maar ik wilde zeggen, wij zitten hier in een enorm decor. Want hier voordat wij deze opname deden in het dorpshuis, speelde de Herman een hele toffe familievoorstelling. Dus ga die vooral kijken als die bij je in de buurt is. Daarom heb ik ze ook de rust gegund om tot aan het einde nog even rustig uit te blazen van de voorstelling. En om glazen omver te gooien. Maar ik zou zeggen, kom naar voren David en Jantijn en geef ze een groot applaus. Ja, pas op voor de lampen. Het is ontzettend gevaarlijk hier. Ja. Maar te gek, welkom. Ja, dankjewel. Leuk. En zijn jullie een beetje uitgeblazen, want jullie hebben net gespeeld. Hele leuke voorstelling. Dankjewel. Ik zat op rij 3. Ik was ontzettend moe en ik had het heel warm. Dus misschien ben ik een paar keer weggeknikkerbold. Maar niet gaan zeggen, er vallen mensen bij ons in slaap. Dat was volledig buiten mijn schuld om. Het was wel warm. Ja. Het was heel warm, maar wij zaten hier. En vorige editie zijn we ook bij jullie wezen kijken. Ik en mijn vrouw en mijn dochter. In de voetbalkantine. Klopt, ja. En ja. Dat was ook een hele, hele warme... Ja. Wij zaten eigenlijk te wachten tot jullie kwamen met een handdoek en ijs met een lekker geurtje erin. En toen hadden wij die ramen ook nog met een beetje donkere te maken. Afgeplakt met vuilniszakken, volgens mij. Ja, 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 ja. Dus het was echt een soort broeikas. Dat was de eerste test, inderdaad. Want we hebben hier altijd gespeeld met Uluk, gewoon ook 's avonds, hè, voor volwassenen. Maar Uluk is gestopt 5 jaar geleden. Maar we wilden heel graag spelen. Dus toen zeiden we, belden we Barry op. Van joh, we willen graag komen met de Herman. Dan kan het niet overdag voor kinderen. Toen zeiden ze, ja, kom maar dan heb je niet je eigen locatie. Dus toen hebben ze ons een soort van in die voetbalkantine gepropt. Van, dan kan je overdag als test, maar 's avonds is er weer iets anders. Dus dat is echt een soort van test. Okay. Kijken of het werkt. En het was middag helemaal stampvol en superleuk. Dus nu mochten we terugkomen. En we hier in het dorpshuis, onze eigen locatie. Maar verder alleen maar ruimte te maken voor een podcast. Het dorpshuis waar jullie 2 jaar geleden eigenlijk ook heel goed hadden kunnen staan. Prima. Ja, ja. Nee, het is onder Ruud Smulders hier. Ook maar niet overdag. Nee, dat is waar. Ja, ja. Nee, maar dit was de enige locatie die naakt toestond. Dus ja. Ruud moest hier terecht, dan kreeg je dat. Ja. Te gek. Dan wel, ook met Uluk, want het was de groep die jullie hadden. Dat was volgens mij ook best wel fysiek. En jullie waren met z'n vieren. Ja. 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 Hoe ging dat op kleine locaties? Nou, dat hadden wij een beetje afgedwongen, dat wij dat niet wilden. Wij wilden grote locaties. Hoe groot kan die zijn? Dus we hadden volgens mij Cor gebeld en gezegd van... we komen met alles wat we hebben, dus het grote decor, met licht en geluid. We hebben een podium nodig. En dat kon eigenlijk helemaal niet, was helemaal niet de bedoeling. En wisten jullie toen al dat er amper vergoeding was om te... Nee, wisten we ook niet. Dus we hadden 2 technici mee en een aanhanger of een bakwagen. Ja. En volgens mij kregen we toen het schooltje aangewezen, toch? Ja. Dat hele oude schooltje met basketbal dingetjes achter ons en zo. Het was allemaal, we moesten extra podiumdelen nog aanslepen. Ja. Want anders paste het decor niet op het podium. Ja, ja, nou dat. We wisten helemaal van niks. We dachten van, dat is alleen maar leuk. We hoorden alleen maar leuke verhalen over, je moet hier naartoe. Je moet naar het Broadway Festival. Maar het leuke was wel dat in die gymzaal wel meer dan 11 man erin komt. Dus dat we echt hoop op. Ja, dat is wel fijn. Ja. Te gek. En wat zijn jullie ervaringen verder geweest de afgelopen jaren? Of zijn er plekken... Hoe vaak zijn jullie met Uluk geweest? Laat ik dat 4 keer. Ja. 4 keer. En hadden jullie altijd dezelfde plek gekregen? Ja, volgens mij. Ja, dezelfde plek inderdaad. De eerste keer paste het decor goed inderdaad. Maar het decor werd met elke show ook groter. Maar werd elke keer meegenomen tot we echt tot het plafond en de muren gewoon klem stonden met het decor. Maar elke keer zeggen, het past niet, maar we gaan toch. We hebben toen in de ringen van het gymzaal hebben we toen een stalen pijp gehangen. Omdat we een kabukidoek valsysteem mee hadden. Ja. Waardoor we een kabukidoek valsysteem? Ja, dat is dat je ineens dat het zo... Ja, dat is ook. Dus ze waren volgens mij... Oh, ik dacht dan iets heel anders. jij dacht aan die rubbergeur. Jij dacht aan een bukake doekje. Ja. Nee. Nu ben ik mee. Ja, okay. Dus we waren 4 uur bezig om dat hele systeem op te hangen in de ringen van zo'n gymzaal. En dat ging dan in 1 seconde, viel dat doek naar beneden. En dan zeiden we, nou, hier is Uluk. Ja. Het concept van klein en intiem hebben we altijd gewoon een beetje scheid aan gehad. Gewoon, we komen gewoon met wat we hebben, dat is wat we kunnen. Wij wisten ook helemaal niet dat het een huiskamerfestival was. Nee. Oh, wat gek. En want jullie spelen voor kinderen. Daar zitten ook ouders bij, maar het zijn voornamelijk kinderen. Gebeuren daar andere dingen dan wat er normaal mis kan gaan bij een reguliere cabaretvoorstelling?
Want kinderen zijn natuurlijk super intuïtief en beginnen gewoon lekker te praten. Vandaag ook, er zat iemand die had echt een heel klein kind mee, wat ook best wel erdoor zat te huilen. Daar kan je niet boos om worden. Nee. Nou, kan wel, maar is niet heel slim. Weet ik. Uit ervaring. Nee, je hoort het wel. Kijk, als ze echt heel stort en de mensen gaan last, dan kan je er misschien iets over zeggen. Maar nee, ja, je kan er niet heel veel mee. Maar we spelen ook heel erg veel voor scholen. En als er zo'n hele klas zit met kinderen, die zijn een groep en dan zijn wij te gast bij hun, in plaats van andersom. En die denken dan wel eens dat ze gewoon echt dwars door een scène kunnen van hey, is het decor echt zo diep? We doen dan net of hier zo'n diep gat is. Gewoon dwars door een scène heen, die denken dat dat kan. En dat is op een gegeven moment wel dat je denkt, dat moet je even afkappen. En dat zou je bij volwassenen niet zo snel, tenminste heb ik nog niet meegemaakt, toch? Dat volwassenen soort dingen gaan roepen, nee. Dus dat is het andere voor kinderen spelen. Het is ook een beetje moeilijk om naar zo'n kind van 4 te roepen, hey, je bent op dit moment enorm aan het fucken met mijn suspension of disbelief. Dat is gewoon heel, dat is heel jammer wat je hier aan het doen bent. Ja, nog wat kan je wel doen, maar is geen goed idee. Ja. Maar goed, maar wat je net zegt over kleine kinderen, dat volgens mij bij vrije voorstellingen, bij kindervoorstellingen, krijg je standaard het probleem dat mensen te jonge kinderen meenemen, toch? Ja. Gewoon standaard. Ja, altijd. Dat je denkt, regel een oppas, maar dan toch met zo'n kindje zitten. Ja. Hoe blijf dan thuis met je kind? In plaats van bijvoorbeeld. Je, anders is het een beetje zinloos. Ja, nee, absoluut. Ja. Nee, dat heb je er doorheen. Ja. Maar over het algemeen, we hebben soms ook als dat we voor 200 tot 300 van die kinderen van scholen komen. Ja, en die voelen zich dan als op een soort schoolreisje. En wij staan een beetje dansend op het podium hier. En dan beginnen ze van alles te roepen. Allemaal Fortnite dansjes, die wij dan een beetje kunnen. Op een of andere manier hebben we nu ontdekt, ja, misschien moeten we dat niet doen. Want nu hebben ze zeg maar geleerd dat als zij iets roepen, dat wij dat dan meteen gaan uitvoeren. Ja. Natuurlijk. Ja. Ze snappen de code niet van nu is de voorstelling begonnen en nu kan dat niet meer. Die gaan dus blijven maar roepen. Dus wij leggen aan het begin van die voorstelling echt uit van, ja, jongens, wij zijn geen Netflix. Wij zijn geen schermpje die je even op pauze kan zetten. Wij zijn echt. Ja. En dat moet je ze wel even goed uitleggen, want dat zijn kinderen niet gewend. Ik moet wel zeggen dat met het nieuwe kabinet in aantocht, dat het misschien heel goed is om kinderen te leren dat mensen uit de culturele sector, zij roepen iets en wij dans, clowntje, dans. Ja. Dat is wel een beetje waar we heen gaan met z'n allen, denk ik. Maar wellicht, ja. Wat wel nog net door mijn hoofd schoot, we hadden het al heel kort even over die voorstellingen in die voetbalkantine waar het zo bloedheet was. Maar dat was ook nog, ik zit daar gewoon als kijker. Jullie staan daar in pakken en ook nog de hele tijd, want jullie zijn de hele tijd indoor, achter decors, omkledingen, weet ik wat. Hoe heftig is dat voor jullie? Want in deze voorstelling ook, jullie zijn ook weer de hele tijd super fysiek bezig. Ja, voor Jan Tijn maakt het geen reet uit, want die zweet altijd sowieso na 2 minuten. Bij de inloop zag ik altijd zweten, inderdaad. Ja. Nee, dat was wel altijd echt een marathon, was zeker met Uluk inderdaad. Was het 4 keer 1.5 uur. Kijk, nu spelen we 1 keer, een uur weliswaar, maar dan vanavond zijn we lekker vrij. Kunnen kijken vanavond met de nachtband en morgen om 3 uur gaan we weer een keer. Maar met Uluk was het, we kozen ook dat 1.5 uur uit een avondfilmprogramma. Dus de meest hilarische scènes en dat waren altijd de fysieke dingen. Dus dat was 4 keer 1.5 uur kapot ombouwen, nog een keer 1.5 uur kapot en dat 4 keer achter elkaar. En dat dan 2 avonden achter elkaar. En dan nog tot diep in de nacht. 8 shirtjes mee. Ja, ja, met de nachtband en helemaal gesloopt, maar hartstikke leuk. Dus Wat is je meest memorabele herinnering aan een avond met de nachtband? Nou, Jan Tijn springt volgens mij elk jaar wel het podium op. Er wordt gelijk gewezen naar Sjamke. Op Prince te zingen. Ja, dat is ook weer zo'n ding. Net, ik herkende Edo van nee, ik ga dit jaar niet doen. En elke keer dan zegt Johan Hogeboom toch weer van nou, kom het podium op. En dan zing ik standaard Kiss van Prince. Ja. Inclusief falsetto stem. En dan doet de hele zaal mee. Is altijd wel erg leuk om te doen. En het bloed, zweet en tranen met Sjamke natuurlijk. Ja, en dat feestje gaat vaak nog wel even door in de stolp. Dus vroeger was het... Wat is de stolp? Kennen mensen die het luisteren? De kampeerboerderij, alle artiesten slapen. Ja, dus wij hebben een beetje van dit festival als een soort van schoolreisje voor artiesten, denken wij altijd. En de eerste keer dat ik hier kwam, toen hoorden we van, nou, er is ook nog een kampvuur achter de stolp. Er is een kampvuur achter de stolp. En toen kwam ik daar aan en toen zag ik allemaal artiesten prutsen met hout en lucifers. Echt geen reet verstand hebben van hoe ze vuur moeten maken. Want ja, dat zijn artiesten. Er werd benzine uit auto's gehaald. En toen brandde er een heel klein houtje. En toen dacht iemand van, hey, we hebben helemaal geen hout om erop te gooien. En toen, ik weet, de eerste editie ging een hek op het vuur, maar dat was een hek van een buurman. Dat hadden ze. Dat was iemand op gaan zitten, dat was kapot gegaan. En dat is op dat vuur, dat weet Cor misschien ook nog wel, of niet? Ja, dus die hebben een keer een factuurtje van gehad. Maar dat was een hek.
En wij wisten ook helemaal niet waar alles stond en zo. Dus toen gingen we... het kwam natuurlijk wat drank om dat vuurtje heen. En daar heb ik met René van Meurs... vonden we uiteindelijk wel een fles Bacardi. Of een fles Bacardi en een fles cola. We konden geen glazen vinden. Dus toen hebben we een pan gepakt. En een soeplepel. En toen ontstond de Baco-pan. En die is zo doorgegaan. Toen ging iedereen uit die soeplepel zo Bacardi cola zo drinken. Om dat vuur heen. Ja. Dus ja. Nou ja, de volgende dag klonk iedereen als Shamka. Ja, precies. Goedenavond, mensen. Dus ja, ik sla er wel altijd op in dat, we, dat er nog zo'n feestje is in de Stolp of daarachter. Ja, ja, nee, ik heb één keer inderdaad, volgens mijn eerste keer echt, was prachtig weer. Inderdaad, zo'n hele nacht bij dat kampvuur. Op een gegeven moment ging de zon op. Ja, ja. En dan ben je dus, maar dan ben je dus, word je te gretig. En dan ga je inderdaad 2 jaar later ga je zeggen, er is een kampvuur. Ja, ja. Je moet naar het kampvuur, de kampvuur. Regen en koud en er zit niemand. En je moet inderdaad hopen dat iemand die op Texel woont, iemand van de suppost, dat die op een gegeven moment gewoon met een kruiwagen hout aankomt. Ja, ja. Dat is... Nou, wie weet vanavond. Dat is de truc. Ja, ik drink al jaren niet meer, maar misschien vanavond toch maar uit de... Uit de misschien moeten we daar een award voor maken. Ja. Dat gewoon ieder jaar de Baco-pan uitreiken voor, weet ik wat, grootste wangedrag of zoiets. Gaan we doen. Ik zag, er kwam net nog een duo binnen. Dus ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. En dat betekent dat we jullie heel erg gaan bedanken voor jullie verhalen. Dankjewel. Heel veel plezier morgenmiddag ook nog. Dankjewel. Dus geef ze een groot applaus, David en Jantijn van der Herman. Pas op voor de lampen inderdaad, want terwijl we met jullie zaten te praten, zag ik ook nog de gestampte meisjes binnenkomen. Dus ik nodig jullie heel graag uit om af te komen sluiten. Teliara en Esmee, kom er lekker bij. Te gek, ook gewoon met jullie eigen merchandise aan. Dit is... ja, daar mag voor geapplaudiseerd worden, zeker wel. De podcast moeten we even... Kijk eens. Ja, we wisten dat we ook op beeld zouden komen, dus... Zullen ook eigenlijk niks zeggen, gewoon alleen je shirt laten zien de hele tijd. Ja. Te gek. En hebben jullie al gespeeld dit weekend? Of moeten jullie nog spelen? Gisteren. Ja. En hoe dit, als je zegt gisteren, daar klinkt een soort twijfel in. Nee, het was hartstikke leuk. Oké, ja, het was heel leuk. Want we stonden in een best wel groot huis met een serre daaraan vast. Met een uitzicht op echt een enorm landschap waar konijnen doorheen sprongen en kikkers in de vijver zongen. En het was echt een soort... Zaten jullie in de videoclip van Paul McCartney met dat kerstnummer? Shit, nee, het is echt. Nou, dat was, of zaten jullie gewoon inderdaad in de fietsenstalling op een gegeven moment dat rubberlucht gewoon een beetje... We zaten in een soort broeikas, want het was ook wel bloedje heet, want het was in een serre ook en de hele dag had er zon op gestaan. Dus we waren flink aan het zweten. Ja, maar, en jullie, want jullie zijn een duo met z'n tweeën, maar jullie doen ook heel veel dans tussendoor. Ja, of hebben jullie dat voor hier eruit gelaten, omdat je weet, dit is een kleine ruimte? Ja, we hebben eigenlijk alle fysieke dingen, alle beeldende dingen, hebben allemaal eruit gehaald. Dus wij vonden het eigenlijk ook heel erg spannend, want we doen vooral tekst en zingen, wat... ook een van onze sterke punten is. Maar, maar vooral dat beelden en dat dansen en zo, dat is heel erg wat ons ding. Wat ons kenmerkt, dus, ja. Dus we vonden het wel heel erg spannend ook om dit zo te doen. Maar als je inderdaad, als je trailers van jullie voorstelling ziet en dan ga je naar een huiskamer waar jullie doen een gedicht, dan is het wel een andere vibe inderdaad. Ja, zeker. Ja, dat was ook wel heel spannend. Maar het was echt superleuk gisteren eigenlijk. Ja. En was het jullie eerste keer of zijn jullie al vaker geweest? Eerste keer Broadway. Oké, en wat voor beeld had je erbij? Wist je wat je kon verwachten of wat voor verhalen had je gehoord? Had je verhalen het gehoord überhaupt? Het was een soort van... kruising tussen Stukafest en Oerol of zo. Zo'n beeld had ik erbij. Zo van, het is op een eiland, maar het is wel een huiskamer. Een beetje dat. Het grootste verschil denk ik met Stukafest, want dat is het studentencabaretfestival. Studenten. Dan is de kamer waar je in speelt net zo groot. Alleen is het dan van iemand de hele woning in plaats van dat het de huiskamer is. Ja. En het ruikt minder lekker. Ja. Ja, ik heb er veel gedaan. Heb je Stukafest een... We hebben wel gespeeld. Wat Stukafesten gedaan. Ja. Inderdaad, wat zijn de algemene... Kijk even naar jou. De algemene meningen over huiskameroptredens überhaupt? Ze kunnen heel leuk zijn. Precies dat. Ja. En wat ik wel vind, als ze leuk zijn, dan zijn ze vaak ook echt heel erg leuk. Omdat je gewoon een hele gekke sfeer krijgt. Omdat je met nou ja, wat is het, 65, 75 man in één kamer zit. Nee, maar je zit met 15, 20 man. Of 30 als hij wat groter is. Maar dat wordt heel intiem.
Maar als het niet lekker loopt, voel je dat natuurlijk des te harder. Ja. Dat vind ik. Maar vaak is het al leuk, want zeker ook hier, waar natuurlijk al een lange traditie is en mensen het ook kennen, vindt iedereen het zelf ook leuk. En iedereen is ook mee in de kneuterigheid van over zitten en ik vind het in de fietsenwinkel. Ik vind het toch ook wel echt theaterpubliek. Dus mensen weten wel waar ze een kaartje voor hebben gekocht. En die gaan wel echt zitten in een rij met stoelen. En waar Stukafest bijvoorbeeld, zit je met z'n allen op een bed of zo. Dus dat is ook een beetje het verschil. Dat is wat ze jou verteld hebben. Ja. Want bij ons gebeurde dat altijd. En mensen hebben ook wel hoge verwachtingen daardoor. Dus zeg maar, er zijn ook mensen die denken, ik ga wel gewoon wat uitproberen hier. Maar mensen denken wel van, nou, jij komt hier nu als professioneel artiest, dus jij komt wat brengen. Ze komen ook wel echt wat halen, dus. Dus dat merk ik ook wel. Ze wordt ook wel gezegd van, ja, ik vond het heel goed. En dan denk ik van, oh, oké, nou gelukkig. Je lacht er niet, maar ja. Dus, ja. Want dat vind ik de andere kant van huiskameroptreden. Is het fijne aan spelen in een theater is natuurlijk dat je redelijk een donkere bak in kijkt en niet alle gezichten ziet. Ja, op de eerste, tweede, derde rij misschien, maar daarna niet. Bij een huiskamershow, zo'n vrouw die jij beschrijft, als er wat is het, 15, 20 man zit en er zit één iemand met duidelijk een zure blik, met deze vindt het niet leuk. Niet grappig, nee. Dat geen zie je heel goed. Ja, nou, maar, en we hadden ook gisteren wel dat er, ook omdat het, je begint natuurlijk in het licht ook. En toen begon er een soort conversatie, terwijl ik dacht van, ja, maar wij gaan eigenlijk nu ons stukje doen. En nu is er een soort gesprek, maar die moeten we even na de voorstelling houden, weet je wel. Ja, dus, ja, het is zo intiem, heel informeel. Dat als je zeg maar tegen iemand begint te praten, dat iemand ineens zegt van, oh ja, ik ben ook ziek en dit en ken je deze ziekte? En dat wij dachten van, nee, die kennen we niet, maar dat willen we nu ook niet weten, maar misschien later. Dus dan... Ik weet inderdaad ook wel dat ik bij optredens hier op een gegeven moment heb geleerd. Oh, vaak probeer ik een beetje sfeer te maken. Zeker met zo'n klein clubje door even dat mensen aan te spreken. Ja. Alleen als je dat aan het begin te veel doet, denken mensen, oh, het is een dialoog. Ja. Nee, dat ook niet. En je moet inderdaad een beetje de... Ik, wat ik meestal doe is opkomen, hallo, leuk, we zijn er al. En dan ga ik mezelf nu echt aankondigen. En dan ga ik in een hoek van de kamer staan. En dan roep ik heel hard, hier is die Edeberg. En dan opnieuw opkomen. En dat is dan wel... Ja, ik heb er ook precies zo'n trucje voor. En dat is echt altijd voor dat soort situaties. Hoe zijn jullie gisteren opgekomen? Want dat vind ik wel vaak met dit soort shows. Je staat naast het podium, wat de hoek van de huiskamer is. En dan begin je opeens. Want je komt niet uit coulissen opgelopen. Je stapt gewoon 1 meter opzij en dat is het. Nou, wij gingen wel vragen aan de... Supposed. Vrijwilligers, denk ik. Vrijwilligers, dat is perfect woord voor wat het is. Ja. En wij gingen elke keer vragen, willen jullie ons aankondigen? En het is twee keer wel goed gegaan. maar dat maakt het eigenlijk wel heel leuk. Want de eerste man, super lieve man, en die zei zo, nou, geef een daverend applaus voor... ik ben even de naam vergeten. En toen schreef ik keihard vanaf de gang. De gestopte meisjes! En iedereen moest heel hard lachen. Ja. Dus dat was eigenlijk al meteen een heel grappig begin. Dus dat maakt het ook wel weer leuk. Dus het zijn gewoon lieve mensen en dat is gewoon grappig. Gestampte muisjes. En dan kon ik weer zeggen, nou eigenlijk zijn we de gestampte meisjes. Dus dat brengt wel weer lolligheid mee. Dus. Ja. Maar het is toch wel fijn als je wordt aangekondigd dat je even een soort oprennen moment hebt. Ja, je hebt een start. Ja. Dat is het fijne. Ja. En fijn dat je een ruimte hebt waar je op kan rennen. Ja. Ja. Want als er allemaal stoeltjes staan, is het ook nog eens... Oh, sorry, pardon. Ja, oh, sorry. Ja, dat duurt maar, ook zo lang. En dan is het applaus echt al lang afgeklaterd. Maar volgens mij heb ik ook wel een keer in die kamer met die enorme serre gespeeld. En toen kwam ik inderdaad vanuit de tuin aanrennen. Ook vanuit achter in de tuin. Vond ik grappig. Aan de andere kant van het veld gewoon. In slow motion, het Baywatch muziek zo. Over de vijver heen, ja. Ja. Maar we hebben nog best geluk gehad hoor met hoe groot de kamers zijn. Want nu, wij stonden in een van de grootste huiskamers wel. Oh, er kon 60 man in. Dat is best wel veel. 60 man is hartstikke lekker. Dat is ook gewoon lekker spelen. Ja. En maar straks staan we in een schuur. Ja, staan we in een enorme schuur. Er kan iets van 100 man in. Ja. Oh, de schuur is eerder ter sprake gekomen. Dat is het hoofdpodium. Ja, dat is het kroonjuweel. Jullie staan in de alfa van het Broadway. Yeah. Dus we moeten Arie vanaf nu ook het alfa-mannetje gaan noemen van Broadway. Ik ben wel benieuwd, want het is een hele grote schuur. En de akoestiek is wel alsof je in een kerk staat. Dus, en wij willen eigenlijk hele harde muziek en dan meezingen. Maar dat kon dan weer niet vanwege de...
echo en zo. Dus het wordt reverbs en technische dingen. Ja. Ik weet dat 2 jaar geleden heb ik Kiki Schippers daar zien spelen met een volledige band. Dus het moet te doen zijn. Maar kon je er verstaan? Dat was de vraag. Ik weet dat ze er speelde. Ik speelde zelf, dus ik heb niet het optreden. Ja. Ik heb niet het optreden gezien, maar... Ja. Wat is überhaupt ook van alle Stukafest dingen, shows die jullie gedaan hebben, eentje waar je op terugkijkt en denkt, als we weer huiskamers doen, gaan we dit niet meer doen? Nou, ik weet wel, we hadden toen waren we nog met z'n drieën en toen hadden we een soort superhero cheerleading dance en met sprongen en lifts. Ja, dan sta je toch en met capes die we zo zwaaiden en zo. En dat is dan echt, ja. Onder dat verlaagd plafond. Ja, en dan zo... 20 mensen die al zo zitten, zo. Dan die capes in hun gezicht krijgen. En dan werd ik gelift zo tegen het plafond en weer terug. Ja, daar is niet heel goed over nagedacht. Nee, misschien ook minder fysieke dingen dan. Maar het is ook wel weer grappig. Het is ook wel weer heel grappig om met de omstandigheden te werken, natuurlijk. Dus. Oh, dat was ook die voorstelling dat wij... Daar hadden we een Fit Girl scène en dan aten we ook een rauw ei... Maar als je dat dan 3 keer op een avond moet doen... Nee, 4 keer. Oh, ja. Ja. Ah, sorry, keer. Ja. Oh, godverdamme. Ja. Dus dat zou ik ook afraden. Niet iets met eten of... Nee. Ja, dus dat zijn gewoon de dingen om Broadway te overleven. Niet te veel fysiek, geen rauwe eieren in je act. Ja. Dan komt het allemaal goed. Ja. Top. Dank jullie wel, denk ik. Heel erg bedankt. Jullie bedankt. Dank je wel. Dankjewel. Goed. Nou, heel veel plezier. Spelen jullie vanavond of morgenavond weer? Vanavond. Oké, heel veel plezier vanavond nog. Goed. Nou, wat zijn de lessen die we geleerd hebben? Geen rauwe eieren. Geen bloed, zweet en tranen of geen relatie van tevoren. Nee. Geen baby's in de zaal. Geen eenden achterlangs laten lopen. Ja, precies. Alle dieren moeten eruit. Altijd bij een huiskamerfestival, een dak is essentieel. Een dak is essentieel. En als Maarten van Roosendaal op een of andere manier toch nog in je huiskamer zit om te spelen, geef hem een lampje dat hij op tijd ophoudt. Ja, inderdaad. Dat is, goed. Dat is de truc. Top. Dank jullie wel. Leuk dat jullie erbij waren. En bedankt voor het luisteren. Fijne avond. Dat was hem. Elektra Podcast met de Tesseltapes. Meer informatie en linkjes vind je in de omschrijving van de video hieronder. Wil je weten waar en wanneer je mij, Woutermonde, een keertje live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Als je Elektra leuk vindt, help me dan om Elektra te laten groeien. Dat kan heel makkelijk. Geef snel een duim omhoog, laat een leuke reactie achter. Abonneer op dit kanaal, klik dan ook even op die bel. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Of ga naar elektrapodcast.nl en doe een donatie. Kijk maar wat je kan missen. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!